De COVID-19 sneltesten zullen naar verwachting aan het begin van de volgende maand beschikbaar zijn in ons land. Dit haalde president Chandrika Prasad Santokhi gisteren aan in een televisietoespraak. Het staatshoofd wijst erop dat met de sneltesten de resultaten van een COVID-test binnen 20 minuten bekend zullen zijn. Santokhi zegt dat de sneltesten eventueel ook op de luchthavens ingezet kunnen worden en wel in het kader van verdere normalisatie. Daarnaast zal de regering volgens hem blijven evalueren of de geldende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van het COVID-19-virus nog doelmatig zijn. Wij werken hard aan het inzetten van de nodige middelen die verlichtend kunnen werken. Steun wordt gegeven waar dat nodig is en doelmatig is. Vooralsnog wordt die steun gegeven in de vorm van pakketten. Maar we zullen spoedig overgaan naar een systeem waarin de burger meer keuzevrijheid heeft. De bestrijding van armoede in de samenleving blijft onze prioriteit. Naar verwachting zal aan het begin van de volgende maand een sneltest operationeel zijn. Hierdoor kunnen we binnen 20 minuten, binnen 20 minuten de uitslag van een COVID-19-test hebben. Deze sneltesten kunnen eventueel op de luchthavens worden ingezet in het kader van verdere normalisatie. Volk van Suriname, de regering zal continu blijven evalueren om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief en doelmatig zijn. We blijven bijstellen in hoeverre het mogelijk en verantwoord is om de maatregelen te verlichten of dat het juist noodzakelijk is om de maatregelen te verscherpen. Hierbij zoeken we steeds balans tussen enerzijds het belang van de bescherming van de volksgezondheid en anderzijds het sociaal-economisch belang en het voorkomen van armoede in de samenleving. De president haalde verder aan dat nu de situatie onder controle is, het niet betekent dat we moeten gaan verslappen in het naleven van de geldende maatregelen. Hij benadrukt dat we waakzaam moeten blijven zodat de situatie in Suriname niet uit de hand loopt zoals in andere landen. Het is onwaarschijnlijk dat we binnen korte tijd dit virus als een gepasseerd station kunnen beschouwen. De noodzaak bestaat dus om extra op onszelf en op elkaar te letten. We zien hier en daar verslapping van onze awareness omtrent COVID-19. Het komt ons ter oren dat het samenscholingsverbod wordt overschreden. Mensen beginnen te feesten en overtreden het uitgaansverbod. Ik doe bij deze een dringende oproep op elke Surinamer: blijf de geldende regels en protocollen volgen. Dit geldt ook voor de regering. Dit geldt ook voor de overheid. Ook voor mij als president. Ook voor de vicepresident en alle andere leden van het regeerteam. De enorme vooruitgang die we in de afgelopen 2 maanden hebben geboekt, kan in 1 klap teniet worden gedaan. En wij willen dat niet. Let dus op jezelf en op uw naasten. President Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens een televisietoespraak. De COVID-19 maatregelen zijn ongewijzigd gebleven.